Jolijn en Niek kennen elkaar 10 jaar. Voor de liefde verhuisden ze van haar woonplaats Rotterdam naar Breda. Deze meneer, die heb ik leren kennen in 2012 op de golfbaan. En dat klikte wel, maar ik had zoiets van, nou, laat maar eventjes. Waarom laat maar even? Nou, ik had niet echt zin om heel mijn leven op zijn kop te gaan zetten en alles te gaan veranderen. Ja. Want dat zou dan natuurlijk wel het geval, tenminste dat gevoel had ik toen al. Want jij was al een tijdje alleen ook? Ik was al een jaar of 20, 30 alleen, ja. En toen kwam deze meneer aan. Ik was ook gescheiden. Ik was toen net gescheiden. En toen kwam ik haar tegen dan op die golfbaan. En dan, toen sprong de vonk. Ja? Ja. Zo snel? Bij hem was het een klapraak. Ja, bij mij niet. Ik had er meer tijd voor nodig. Het is heel gek. Want toen ik haar zag, dat was meteen... Nog, hè? Elke dag is het nog steeds zo. Dat is een dikke klik dan, man. Dat is het. Ja. Heel raar. Wat gebeurt er met jou de hele tijd? Ja, dat wordt ik heel emotioneel, man. Hoe komt dat? Ja, omdat ik toen heel erg verliefd werd. Maar dat is toch juist fijn? Ja, dat is heel fijn. Maar ja, dat is dan, als je dan op het pad bent, is het altijd heel moeilijk. Maar dat is gelukkig. En hoe oud waren jullie toen? Nou, ik was al... Ik was 65. Lauwer denk ik 65. Ja, was 65. En ik was 58. Ja. Oh ja. Dat is 10 jaar geleden denk ik. Dan ben jij al 75. Ja, ik ben 75. Maar jullie hebben eigenlijk zo op echt behoorlijk late leeftijd de liefde van je leven gevonden. Ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Wat heerlijk dat kan. Ja, dat het dus ook bestaat. Dan kan ik best goed alleen zijn, maar je bent toch wel gelukkig als je met tweeën bent. Ja? Ja. Is het leven leuker met z'n tweeën? Ja, veel leuker, ja.